Hey, hallo, welkom bij vandaag video. In vandaag video's weten we iets veel spaaks. Het veel spaaks. Ik kan meerdere bedenken. Bijvoorbeeld je loost gewoon zwemmen. Of er is een vliegtuig en die gaat ontploffen. Of vuurwerk. Of er komt een atoom op die gaat ontploffen. Dat kan allemaal, maar ik denk dat dit over dynamiet te maken heeft. Met atoombommen. Sony! Eens kijken. Sony was een happy. Waar je geen ik vind het wel leuk. His life was super simple. Easy. Until one day he realized. Soon geleden. Tech first world run out. Oh ja, nu zijn ze allemaal weg. En he didn't want that. He didn't want to explode. So he ran. Hij moet dan gewoon in het water gaan. Wat? Kan je alleen naar rechts, naar voren toe en naar links? Je kan toch ook wel omhoog, hoop ik. Oh. Oh. Dat is echt niet makkelijk. Oké, eens kijken. Hij moet dus steeds in het water zien komen. Want hij wil namelijk niet ontploffen. Oké, eens kijken. It all depends on how you look at it. Sony remembered the deals that die dood aan zichzelf. Deals about different ways of thinking. About magic advice. Can actually change the way you see the world. And the way to make problems vanish. Kijk of van de map verlopen. Oh. Wat is dit nou weer? Oh, ik ben nu een ander geval gekregen. Oh, snel. Oh. Ik ben nu een nieuwe. Nou, dat is ongelukkig, denk ik. Oh, we moeten gewoon op knopjes klikken. Oké. Interessant. Wat? Oh. Wat heb ik maar? Wat is al mijn firecrackers op zijn? Oh. Nou, dat ga ik vandaag nog niet uitvinden. En oh, oké. Ja. Ja. Is het spelletje dan voorbij? Of zou de firecrackers op zijn? Oké, zo, mooi zo. Oké, nou, dat was een beetje uitdagend. Ja, oké, we hebben er misschien één ster, denk ik. En, oh. Wat is dit voor akelers? Fletcher. Oké, zo. Oep. Oké, de andere foto's niet. Mooi om te weten. Oké. We zijn nu weer in het water. Oké, dat is nog mooi. En we hebben niet eens één ster. Dat vind ik helemaal niet leuk. Oké. Deactiveer. Waarom activeert hij hem dan niet? Nu heb ik er nog maar 3. Nu ben ik Bertami. Hey, Bertami. Hoppatee. Oeh, we zijn weer in het water met de vis. En achievement. 3 star! Oh yeah, hebben onze eerste 10 star nooit. En oh, ik had geduld moeten hebben. Ik ben hier zo slecht in. Ik heb nu nog maar 3 firecrackers over. Oh, maar 2. Ik heb een geheugen. Oké, dit mag ik nu verbeteren. Ik vind dat deze een mooie naam heeft. Oh. Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren als ik geen firecracker meer heb. Maar ik zeg, laten we dat helemaal niet gaan uitvinden. Oké. Oké. Zo. Oké, en dan zijn we nu het water in. Oké, dit wordt zo makkelijk. Het ziet er heel onschuldig uit. Maar het speelt dus veel moeilijker dan dat je denkt dat het is. En wat is dat? Wat is dat? Oh, ik heb het gevoel alsof het niet goed gaat komen. Oké, nou, rennen. Oh, dat ging maar net op tijd. Dat ging zeker maar net op tijd. En deze inster. Want dit. Oh!
Oké, ik ben echt nog verloren waar die andere zat. Oké, mooi zo. Op het einde. Oké, ik zit er weer veilig in. Ik snap er niet waarom hij zo over gaat rennen. En hij gaat met de familie weg. Oh. Nou, die begint echt heel moe te worden. Oh, die zijn er veel kleurtjes komen. Maar als er veel kleurtjes komen, dan kan ik ze misschien niet meer bij houden. Huh? Oh, wat nou? Ik denk dat ik een advertentie moet kijken. Ik ben niet de beste firecracker. Een advertentie, doe je wat? Is hier short, vind die fire, die overtent. We zijn er weer met iets veel sparkles. Classic. Oké, maar goed. We gaan verder met... Wat kan ik goed het testen? Twee, nee. De cave. Gewoon de cave. Ja. Dus een lekker stand dat ik eet op nummer 12. En oh, ik denk dat we dit misschien vandaag nog kunnen uitspelen. Nou is de zona kijken hoeveel we het gaan gedaan. 12. En er zijn er... En zijn er... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, dat kan misschien nog wel lukken. Maar ik weet het niet. Precious! Oké. Huh? Wacht, wat ging dood? Oh, Jozef! Oh ja, die mogen we zeker niet verpesten. Oh, je moet het ook op tijd doen. Dat wisten we helemaal niet. Oké, gelukkig maar. Je moet het binnen zoveel tijd doen, want anders ontploft de bom. Oké, dan weet ik dat ook weer. Huh? Oh, ik klik op het verkeerde knopje. Oh, wacht, mijn stem zoekt een beetje op. Luigi! Nou ja, loser. Oh. Ik vind hem niks aan. Helemaal niks aan. Oké, dag nieuwe lijst. Dan hebben we hier nu een record uitje. Trieste, let's go. Woehoe. Oh, ik klikte te laat. Domme. Ik zei verdomme. Je zei er niet het andere woord. Huh. Valt er nu ook een stenen naar beneden toe? Je kunt wel zien dat ik gemaakt heb. De ketting overmakers. Die maken altijd reetkoets. Game. Speltjes. Oké. Oké, dat ging ook net goed. We hebben een record tijdje. Nee, een halve seconde te laat. Oké, easy. Oké, dit leveltje was schijn makkelijk. Als het makkelijk is en dit is leuk. Look, steden zie je van another fool. What doesn't want to view so bit out. I'm sure he's looking for the old one. Answers the order. See, weet won the round. What the old was won. Was if I knew who to stop the view from being out, it was worth finding him. Daar heb je helemaal gelijk in. Weet. Nee, weer te laat. Oké, ik ga niet even mijn kan je maar zo wel advertenties per dag bekijken. Oké, voorzichtig. Oh, net op het randje, net op het nippertje. Poepoe. Oké. En oh. Oké, gelukkig ben ik niet doodgaan.
Oké. Wat dan? Oh. Oh. Oh, dus je kan gewoon tegen de groen aanlopen. Dat wist ik helemaal niet. Nee. Eind de video. Laat ik hem niet eens zien wie het volgende keer als je het graag wilt. Het is echt eind de video. Dus ja, dit speeltje is heel leuk gemaakt. Het is gemaakt bij Nootoecake. Die see me. Nootoecake, dat is deze maak. Wacht, ik zoek doodjes op. Het is veel spas. Nootoecake, kijk. Nootoecake heeft onder andere een paar. Really bad chess, wat het is. Ranked. Oké, maar Nootoecake heeft onder andere een Ketting Overrit gemaakt. Ketting Overrit is een grote titel. Oti Odyssey, dat is. Nee, heb ik nooit een keer gehoord. Auto's Adventure, heb ik ook nooit een keer gehoord. Vreemd, dit lijkt me wel een. Oh nee, dit lijkt me wel heel saai. Kijk, absoluut drift. Ik denk dat dit ook een redelijk goed game is. Bitcoin Net, die is denk ik nog vrij nieuw. Lumina City. Deze lijkt me ook wel een grappig spel. Maar ik was scheld en dat soort. Happy Jump, dat is waarschijnlijk een lin van een race game. En Nibon, denk ik ook een race game. Vingers, dat is een spel voor kinderen. Voor echte jonge kinderen, denk ik. Kijk, een Summer Sketch. Oh ja, een Trio P, Pause P Mix X. Deze vond me ook wel groot. Eens kijken. Sushi Cube heb ik ook al gespeeld. Eens kijken. Een grote kant, dat is ook al bekend. Die is. Ja. Eens kijken, want dit is de Pair, de Puck Butcher. Oh nee, dat is een van Twitter is wel. Want dit. Oeh, dit ziet er ook grappig uit. En dan kunt u misschien wel een of andere video's zien. En of kan je niet lopen? Oké, dat is misschien ook wel een ding voor iets anders. En want dit. Trump. Is dat Trump? Ik zou zeggen dat Trump was toen nog jongens. Nee, Trump die is oranje, die is blank. Dit is een kleine video, dus like hem niet. En misschien is het ook niet.